Vandaag ben ik voor 100 dagen 100 banen in Nieuwegein en ben ik IT-architect bij Buzzerbase. Hallo. Hi. Hi, ik ben Lonneke. Ik ben Cyril. Jij bent IT-architect. Dat klinkt een beetje futuristisch. Wat houdt het precies in? IT-architect die bekijkt eigenlijk het complete systeem van de klant qua software. Hoe data van A naar B getransporteerd wordt. Beetje zoals deze lift. Deze lift. Eén lamp hiervan is kapot, als de tweede lamp kapot is, staat het donker. Het zou toch heel erg handig zijn dat zo'n lift zelf gegevens kan genereren, zodat de lift de onderhoudsdienst kan vertellen, de lamp is kapot. We hebben voor vandaag een afspraak gepland met de klant. Ja. En die heeft een vraag voor ons en dat wil hij graag ter plekke gerealiseerd zien. En dat leek ons een hele mooie opdracht voor jou, om daar een oplossing voor te verzinnen. Oké, dus we hebben een pomp. Daar moet een software voor gemaakt worden, dat die pomp aan de onderhoudsdienst laat weten. Hier ben ik, help, ik ben kapot. Ja, ik zit zelf een beetje te denken dat er een signaal wordt afgegeven op het moment dat het motortje stopt. Als de pomp verstopt is, dan moeten we hem gaan zoeken. Oké, de tijd dringt. Over een uur hebben we een afspraak in Delft met Exact online. Dus ik denk dat we moeten gaan. Oké. Hi, ik ben Lonneke. Pieter Hermans. Hi. Mijn idee was een beetje van, nou goed, een pomp maakt een bepaalde beweging. Is die stuk, dan stopt die beweging. Dus zou je aan een bewegingssensor zitten. En daarnaast komt er een stukje navigatie bij kijken om te weten van waar staat die pomp. En welke pomp is er precies kapot. Seeing is believing. Dus hiervoor hebben we buiten een waterpomp. En we plakken hem letterlijk gewoon op de machine. Heeft hij enkele seconden trilling gezien, want hij staat aan. En we gaan hem nu uitzetten om te kijken of die sensor doet. Kijk, daar komt hij. De melding is binnengekomen. Dan zegt hij, kijk, daar staat de... Oh, wat cool. Dus hij werkt helemaal. Ja, super. Nou, ik vond het echt super cool vandaag. Ik mis wel wat IT-achtergrond. Verder moet je natuurlijk analytisch denkvermogen, klantgericht zijn en in oplossingen denken. Ja, en het is gelukt, het werkt. Peter Conny. Yes, ja, dankjewel.